Geef hem een daverend applaus, want hier is Springkaan Flip. Hallo lieve vriendjes, welkom op de Bloemenweg. Het is vandaag een hele bijzondere dag. En waarom is het dan wel zo'n bijzondere dag, Flip? Maya is jarig. En als Maya jarig is, dan is het feest. En hebben jullie zin in een feestje? Ja! Hoe ging je dat Flip vroeg? Hebben jullie zin in een feestje? Ja! Goed zo! Hey, kijk jongens en meisjes. Wie hebben we daar? Ze komt eraan! Ze komt eraan! Ze komt eraan! Hey, kijk! Daar, de gasten voor het feest zijn er al! Zullen we samen even heel luid dag zeggen tegen wie? 1, 2, 3... Dag Willy! Hallo iedereen! Zeg, waar blijft Maya eigenlijk? Ja Willy, jij had Maya toch gezien? Hallo allemaal! Wat leuk dat jullie hier zijn! Zing maar mee! Ga je mee met ons feest? Waar heb je Maya de weg? Ze vliegt door de lucht als een vogel zo vrij. Waar heb je Maya de weg? En haar vriendjes zijn nog van de partij. Zo lief! Wij gaan samen met alle kinderen een feestje bouwen voor jou, Maya. Jongens en meisjes, ja. Zingen jullie allemaal het verjaardagsliedje mee? Afgesproken?
En die gaan we dan samen met jou opsmullen. Ja, een heel erg lekkere honingtaart. Oh, wauw. Dat vind ik zo lekker. Een honingtaart. Dank jullie wel, lieve vriendjes. Dit is echt het mooiste verjaardagsfeest dat ik kon dromen. Ik dank jongens en meisjes dat jullie hier waren. En ik hoop jullie snel nog eens te mogen zien op de bloemenweide. Tot de volgende keer. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. En zoals al misschien eerder verteld, ik heb hier mijn tekenaar mee. Hey, yes. Hallo. Welkom Emiel. Ja, het is een tijdje geleden geloof ik zelfs. Van april, hé. Ja. Yes, we gaan naar Plopsa Buffet gaan. Je kunt blijkbaar binnen gaan, langs hier. Ja. Goeiedag. Of goeiemiddag is het eigenlijk. Goeiedag, het is hetzelfde zeker. Het is wat je wilt. We gaan een buffetje eten. Ja. Dus er is hier het een en het ander veranderd. En dat vraag je nu aan mij. Ja, je hebt toch ook geluisterd naar die madame? Die Mille is het al vergeten, die wil gewoon klus zien. Die komt eigenlijk niet voor het eten, die komt eigenlijk gewoon om klus te zien om zijn tekening te kunnen afgeven. Ja, dat is ook wel wat. Maar ken ik het wel? Dat is Emiel. De drankjes zijn inbegrepen, de softdrinks, je kunt daar ook koffie drinken krijgen blijkbaar. We gaan dan een keer gaan. In Plopsa Hotel, het buffet is klaar. Vol lekkernijen, dat is echt waar. Kabouter Klus komt op bezoek. Met zijn gereedschap en verse koek. Lekker eten, samen feesten. In Plopsa Hotel, daar moet je wezen. Kabouter Klus komt op bezoek. Met zijn gereedschap en verse koek. Lekker eten, samen feesten. In Plopsa Hotel, daar moet je wezen. De smaken zo fijn, het eten is puur. Met vrienden erbij, dat maakt het duur. De muziek speelt zacht, lachen deelt de nacht. Met elke hap zo zoet, het is perfect en goed. Kabouter dans, rond de tafelrand. Met een glimlach breed is een avontuur dat je meemaakt. Hotel, het buffet is klaar. Vol lekkernijen, dat is echt waar. Kabouter Klus komt op bezoek. Met zijn gereedschap en verse koek. Lekker eten, samen feesten. In Plopsa Hotel, daar moet je wezen. Kabouter dans, rond de tafelrand. Met een glimlach breed is een avontuur dat je meemaakt. De muziek speelt zacht, lachend deelt de nacht. Met elke hap zo zoet, het is perfect en goed. Kabouterdans, rond de tafelrand. Met een glimlach breed, het is een avontuur dat je meemaakt. Meemaakt. Dat is een spirit, hè. Ik kan een bordje omteten. En Emiel is hier in zijn tekening aan het... Ja, een tekening aan het maken eigenlijk, hè. Ja. Inderdaad, een tekening aan het maken. Het is toepasselijk, je bent Samson aan het tekenen. Met een neuspiercing. Lijkt mega Mindy. Wauw. Ik heb hem op je been gebracht. Ja, wel, ja. Maar je moet er nou juist een beetje plakband aan hangen ook, aan de poep, hè. Een beetje roze plakband. Ja. Ja, Mia Mindy had toen te veel boven gevangen, hè. Deze toch? De roze mensen die grote mannen
willen ook hier? Tuurlijk. Ja. Hallo. Kijk eens, kijk eens. Ik ben een video aan het maken. Oh, hallo, ja. Kijk. Ik heb ook een klus. Ja, dat is lang geleden. Ja. Ja. Dat zijn mannen van 20 jaar of ouder. Ja, die kijken al 20 jaar naar klus. Hè? Ja. Dat zijn mijn grootste fans. Hoor. Maar de kijkers thuis ook, hoor. Ja, ik heb nog iets mee voor u. Oh. Voor in het kabouterbos. Oh, kijk eens, mannen. Kijk eens hoe prachtig. Heb je dat zelf getekend? Ja. Nou, je hebt wel veel talent, joh. Ja, ja. Zo. Heet je Emiel? Dat klopt, ja. Ja, Emiel. Prachtig, zeg maar. Deze moet je goed verzorgen, hoor. Ja, ja. Ik ga me meenemen naar mijn paddenstoel. Ah, ja. Nou, Emiel, super lief, hoor. Dank u wel, dank u wel. Ja, en teken nog maar veel mooie dingen. Ja, ja, ja. Veel talent, hoor. Ja, dank u wel. Mogen wij nog een foto nemen? Zeker. Kan dat doen? Maar kan je zien dat je wilt vliegen? Ja, ja, ik wil vliegen, ja. Alleen anders vliegen? Ik wil altijd vliegen, ja. Vliegen als een mus. Ja. Ik wil graag vliegen. Niet buiten vliegen, maar wel vliegen. Dan kun je niet met... Tegenwoordig plus kun je met de vlieger reizen. Ja, 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 dat kan ook wel. Heb je al eens met de vlieger gevlogen? Ja, ja. Oei. Leuk, jij ook? Ja, absoluut. Oh, leuk. Ja. En waar zijn jullie dan heen gevlogen? In Spanje. Naar Spanje, oh, ja. Leuk. Oh. Amerika. En jij naar Amerika gevlogen? Dat is lang vliegen. Ja, een halve dag. Een halve dag, hè? Ja, dat was wel de moeite. Dat zou wel zijn. Dat zou wel zijn. Ja, zou ik dan maar vliegen als een muze? Ja. Maar ja, dat gaat ook, hè? Dat gaat ook, hè? Ja. Dat moet vliegen. Hebben jullie al gegeten of moet je nog beginnen? Nee, wij hebben al gegeten. Okay. Ja, we zijn zo een beetje aan het genieten van het eten. Ja. En die meisjes willen ik met mij voor. Maar is dat toch leuk om veel vrienden te hebben? Ah ja. En als je veel vrienden hebt... Dan kan je van alles samen beleven. Lief? En een beetje leeg misschien? Of wel veel lief natuurlijk. Kan je samen zingen? Kan je samen dansen? Kan je samen het buffet eten? Kan je samen feest vieren? Wow, feest vieren! Wow! Daar heb ik ook een liedje over. Het liedje van Alcohol. Wat een feest! Een bij elke leuke gebeurtenis. U weet het kabaaltjes wat feesten is. Tafels en stoelen die gaan dan aan de kant. Oh, wat een feest. Oh, wat een feest. Wat een feestje is het hier. Oh, wat een feestje is het was dat leuk om naar te kijken. Nu hadden jullie dat eens van hieruit moeten kunnen bekijken. Al die armpjes die in de lucht gingen. Ja, zie, het leek wel alsof jullie aan het vliegen waren. Maar ja, kunnen poppetjes vliegen? Nee. Kunnen kabouters vliegen? Nee. Hoor, ja, ik zou wel willen kunnen vliegen. Vliegen als een... Als een mus. Ja. Heb ik ook een beetje nodig. Vliegen als een mus. Dat is proberen. Klusseren. Ik mag vliegen als een mus. Wow. Zo. Ja. En nu ik dan toch een heel klein beetje kan vliegen... Hoef ik straks niet terug te lopen naar mijn kaboutervrienden... Maar kan ik straks vliegen naar mijn kaboutervrienden, hè? Nee, ik wil nog een liedje zingen. Ik wil nog een liedje zingen en dansen. Oh, wacht even. Wie van jullie kan dus zingen? Ja, wie van jullie kan dus zingen? Oh, en wie van jullie kan dus dansen? Oh, en wie van jullie kan dus zingen en dansen tegelijkertijd? Ja, die van K3, die kunnen dat, hè? En Ashley kent dat ook, vorig jaar al gezien. Zo, zie ik zelf en dan zou... Luister. Iedereen die kan zingen en kan dansen, die mag nu hier op het podium komen staan. Daar zo, op jullie podium. Kom er maar vlug op, sta, kom maar staan, staan. En doe alles wat Klus doet, want hier komt de enige echte... De Madeleine! Iedereen doet op mijn lucht, want er is jouw grote kans. Luister goed naar
dag is dit? Want hier komt de kabouter dansen. En dan vliegen. En dan vliegen. Want die heeft voor mij een lekkere plopkoeken gebakken. Maar ik ga een klein omweggetje maken. Ik loop niet zo naar Kabouterplop. Ik loop zo naar Kabouterplop. Slingertje, 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 slang. Maar daar heb ik een liedje voor nodig. Dat liedje waarbij de handen op de schouders ligt van het ploppertje dat voor je staat. Hoe heet het liedje ook alweer? Zeg het nog eens. De kabouterpolonaise! Oh, dan moeten jullie met je neus naar die kant gaan staan. Waar is jullie neus? Maar eens kijken, waar is je neus? Waar is je neus? Oké, en waar zijn jullie oren? Dan moet je met je neus naar die kant gaan staan. En dan leg je de handen op de schouders van het ploppertje dat voor je staat. En zo lopen we op de maat van de muziek doorheen het halve Plopsalandpark. Daar gaan we. Wie doet er mee met de kabouter van Lawaaiheze? Ja, maakt het vrijtje net als we. Is dat gewoon wat klopt? Wie doet er mee met de kabouter van Lawaaiheze? Die is helemaal niet gelijk. Op het stadsignaal. De kinderen te snappen. Ik vond het zo leuk. Ik wil met jullie allemaal op de foto. Maar, hallo. We gaan dat niet hier doen. We doen dat om 3 uur op het Marie en Samson Kermisplein. Dat is bij de nieuwe Boemba-theater. Hoi, heb je met mijn tanden? Ja, het is een drie dag vandaag. Ik heb je gewaarschuwd, hè? Dat ja, want het is goed, hè? Het is goed terug, hè? Zeker, we zijn begonnen met de Maya-show. Toen hebben we het gaan eten. Toen hebben we Plus ontmoet, toen hebben we Plus-show. En nu is de Samson en Marie-show. Ja. Dan is het nog een parade. Mooi. Stop hier niet vandaag. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn de namen Samson en Marie. Welkom in het Studio 100 Theater. Vandaag brengen wij een fantastische show. Oh ja, wij brengen een bombastische slow. Nee, wij brengen een fantastische show. Zingen wij samen een liedje? Ja. Wij gaan maar zien, daar zien. En iedereen mag mee. Ontstap maar in ons busje, want met twee is maar met twee. De hele straat, de hele stad mag mee met ons naar zee. We gaan
spaghetti van mijn huishoudster. Oh. Ja, en ik heb deze ochtend te veel pannenkoeken gegeten, dus ik heb helemaal geen honger meer. Ja, vrienden, dat wil zeggen dat jullie eerste poging is mislukt. Ja, inderdaad, doe ik ook maar weer weg, hè. Zeg. Oh. Hey, waar is de chocolade? Oh, oh, alles is op. En waar is de limonade? Oh, oh, alles is op. Oh, meneer de burgemeester. Ja, joh. Maar ga jij zo hoog springen zo? En jij natuurlijk in Samson ben alleen even aan het kijken of het plafond hier wel hoog genoeg is. Overdrijver. Je zal het wel zien. Ja, zeker, de meter zal niet liegen. Oh, Marietje, wat is er zo'n beetje helemaal groen en altijd vrolijk zo? Oh, een vrolijke kikker. Oh, nee, Marietje. Een sla-la-la-la-la-la-la. Ik zal even laten zien hoe het moet. En... Oh, hallo. Oké. Hier. Maar... Waarom we zijn, hij mens dit zo kan aan. Ja. Op de nachtuurrond. Maar goed, we gaan eten naar het Plopsa Hotel. Met ons buikje rond gaan eten, want we waren kaboutersmul vandaag. Ja. Vooral ik toch. En ik heb al verteld in vorige video's dat het concept van het Plopsa Hotel veranderd is om te gaan eten. Wel, dat is de prijs dat je betaalt als je een abonnement hebt. Dat is dus €23,99. Drankjes zitten erin begrepen, zoveel dat je wilt. Ze komt voldoende vragen dat er genoeg drank is. Koffie zit erin begrepen. Eten, zoveel dat je wilt. Je buik te vol eten. Zowel geen tupperware doosjes meedoen, want dat gaan ze zin en dat gaan ze niet tof vinden. Maar als je veel kunt eten, dan kunt je wel heel veel in je tupperware buik steken. Ja, klopt. Aan Emile hebben ze veel verdiend vandaag. Ja?
Ja, omdat je niet zoveel gegeten hebt. Ik heb niet zoveel gegeten. Nee. Maar jij hebt wel veel gedronken. Ja. Ik had vrij dorst, maar het is ook warm weer. Dat is waar. Het is vrij warm. Goed, wat er leuk is om erbij te vertellen, de softdrinks zitten erin, de koffie zit erin, en er zitten ook sapjes erin, water zit erin. Alcoholische dranken zijn wel bij te betalen, dat is verstaanbaar. Maar we wel niet hebben dat we zelf de mensen hebben in het park. Ja, niet. Oké, en nu zijn we hier geduldig aan het wachten op de parade van Sneeuwwitje. De kans zit er wel in dat het doorgaat vandaag, dat ze weer woensdag heen. Woensdag, ja. Dus die kans is heel groot dat ze bijna gaan passeren. Het ambetant is, dat wordt niet omgeroepen in het park. Doe het naar Samson en Marie gaan zien. Ja, dat klopt, ja. Het is beter gezegd, we. We? Ja, ik en jij. Ja, dat is we. We, ja, oké. Ja, we hebben naar Samson en Marie. Oké. Yes, en wat vond je ervan? Goed, het was eigenlijk mooi met dat decor. Ik vond het vreselijk met dat decor. Ja, ik vind dat decor ook nog iets. Ik vind het wel leuk. En met de animatie die erop verschijnt, is het wel heel mooi. Absoluut. Het mag natuurlijk niet druk worden. Alleen in de zin van dat niet te veel scherm mag zijn. Ja, bij de Samson Rock is het zo net iets... Ja, Net oké. Net oké, okay, ja. Waarom? Omdat je zo dat beeld hebt die verschuift. En doordat dan die schermen zo ja, op verschillende plaatsen staan, heb je soms wel het gevoel dat... Ja... Dat niet, ja, hoe moet je het zeggen? Dat niet gelijk loopt. Terwijl dat wel zo is, maar gewoon omdat ja, die schermen op andere plaatsen staan, heb je dan het gevoel dat het niet gelijk loopt. Maar misschien moeten we toch wel een keer een wandelingske maken. En ik heb zo een vermoeden dat we een tikkeltje te laat zijn voor de Sneeuwwitjesparade. Maar oké. Goeiedag. Ja? Kijk eens wat die mens hier aan het doen is. We zijn aan het eten? Ja, smakelijk. Ja. Kijk dat mijn broodje niet slecht is, dus kan ik dat nu opeten. Ja. Oh my god. Ja, ik weet het, ik kom maar juist van tafel, maar ja. Kijk honger, ja. We komen 2 uur van tafel. Ja. We hebben niks gegeten dan buffet. En dan hier nog zijn eigen broodje opeten. Maar je moet juist opletten dat je zilverpapier hebt, Petty.
geschreven, hij was bijna te laat. Er klinkt muziek de hele nacht van onze bijenband. Flits laat de maat uit volle macht, hij is de dirigent. En dan moet Maya doen op de eerste keer, jong. Hoe de eerste keer? Ja, maar de eerste attractie dat we doen vandaag. Ah, ja, dat is. Ja, oké. Okay. Maar niet de eerste keer dat we... Oh, hey, oh. Yo! Hey, hey. En al die mensen kijken. Het is zo zalig. Joehoe! De waterfonteintjes werken niet, olé. Want de attractie is soms een beetje te nat. La 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 la. Here we go, kijk hé. Is het andersom? Is dat leuk? Ja, ja, top. Kijk hé, zo gaat dat. Woehoe! Samen op en neer, blijf je droog. En wat gaan omhoog, la la la. Hip hip hip, hip hip hip, hoera. Dat is tof, hè? Waarom? Wel hun. Ja, ja. Leuke van alles, hè, dat je dan zo een druk doet, hè. Al die mensen staan toen te kijken in die rijen. Als er iemand nog sidekick wil zijn van Mr. Team Park Fans. Ik geef mijn plaats op. Dat was zo zalig. En waarom moet ik het nu kijken? Er kan nu niks gebeuren. Ah, wat, hè? Ik weet niet, ja. Ach,
Hoi piraatjes, ik ben een zwerver. Ja, nu is de vrouw, dan moet alweer een beetje in de dochter. Misschien moet je het doen? Even een duwtje eraan. Anders moet ik het terug. Ah ja, kan je ook doen. Niet zinken onderbouwen, hé. Niet zinken, niet onderbouwen. Wauw, c'est magnifiek et tellement romantiek. Weet je waar het nog altijd prachtig en romantisch is? Dat is natuurlijk op vakantie. Voyager avec nous dans la douce France, le pays de l'amour. En wie weet vind jij er wel jouw Gigi. Dat er bestaat, toch Lisa? En wat doe je dan samen met de liefde van je leven? Dansen natuurlijk! Dansen ensemble sur les rythmes de l'été, van Afrika tot in Amerika. Liefste jongens en meisjes, blijf geloven in al jullie magische dromen. Chers enfants, continuez à croire en vos rêves magiques. Bedankt om samen met ons de zomer in te dansen. Amusez-vous bien cette soirée d'été à Plopsalantepanne. Nog veel plezier in Plopsalantepanne. Yes, yes, yes. We zijn ermee weg. Ja, jong. De geheime missie, de top secret missie. We worden
We worden op pad gestuurd om vikingachtige dingen te doen. Ja? Ik ga hier al direct vikingachtige dingen doen. Ah, dat is een zeer goed idee. Oh. Wat is het, animatie? Ja, je moet daarin... Ja, je moet daarin mekken. Ah, ja. En dan heb je animatie. Oh, ja. Yay! Yoo-hoo! Ja, maar ja, als je hier op een attractie komt, is het nat te maken. Tuurlijk. Wat moet ik hier nog een keer pakken? We hebben een klein cadeautje voor die gasten, hè? Bonjour! Au! We hadden een klein cadeautje. Ah! Oh! Wat, draaien, pak de deze! Pak hem, heb die maas hier! Ja, hè? Maar ja, je zit ook goed nat, dus ja. Tuurlijk. Yo. Veel plezier nog, hè? Piraat, hoi. Emile is weer kletsen nat en dat vindt hij zo fijn. Piet Piraat, hip hip hoi. En het is hier Wiki de Viking. Wat zing van? Wiki de Viking, die is weer lekker nat. Joepie, hoi. Dat is nat, hè? Nat. Ja, dat sowieso. Het was inderdaad geen droogritje. Ben je gebetteld aan Volante? Ah, wacht, hier kun je nog net niet. Ah, ja, pees nam juist de pech van, hè. Maar, we staan paraat. We staan paraat. Het is nat, hè. Ah, zal. Het is kletsnat. Dat is wel, hè. Ah, zo cool. Oh, mannetjes. Ik kom hier wel een keer laten dromen. Heb je 4 euro betaald voor je te laten dromen? Ja, dat is 4 euro. Pijzend. Hans, maar met het Bomba Circus, want het is al warm. Oh, voilà. Ah, tju. Boomba doet een kunstje. Bravo, Boomba. Boomba. Ga je mee naar Azië? Nee, ik wil thuis blijven. Durf niet. Oh, ik wil wel een keer naar Azië gaan. Het is al veel te beleven in Azië. Brrr, wat is het koud hier in de sneeuw. Ik wil naar Plopsaland. Ga naar de ruimte. Met de boot? Nee. Met de step? Nee. Met een raket? Ja. Op
naar de jungle. Met de fiets? Nee! Met de trein? Nee! Met de boot? Met de... Met de jeep? Met de jeep, ja! Oei. Oei. Te spannen. Ah ja. Ah ja, de jeep is kapot, hè. De jeep is kapot. Man, ja, dat is weer vermaakt. Ah, je weer vermaakt. Barry slaapt. Lekker mat. Ja. De jeep zit vast in de modder. Monkeys. Gaan onder water. Met de duikboot. Och, gelukkig. Anders zijn we wel een beetje dood gewoon, hè. Zonder duikboot. Dat vind ik wel heel schoon gedaan, dat duikboot. Wauw, zoveel vissen. Pumba springt op de trampoline. Tijd om afscheid te nemen. Ja, en dan moeten al de kindjes naar bed heen. En Emiel moet ook naar bed. En de grote kindjes mogen nog een beetje opblijven. Ja. Ja, ik ben een groot kindje. Ja. Mag nog opleven. Ah, ja, dan heb je wel heel veel geluk. Ja. Yes. Ik zie dol. Ik ook. Op de bus. Op de bus. We gaan op de bus. En samen gaan we op de dolle busrit. Ja. Welkom op de bus. Heb je nog ooit een keer op de bus? Ik heb hier nog nooit op gezien. Nog nooit? Dat is dit de eerste keer zijn, hè? Ja. Alright. Ik snap je joke daarvan dus niet. Dus, De dolle busrit. Je zit dol op de bus. Ja. Dol betekent in Nederland. In Nederland, Nederland. Dol. Ja. Ik ben er gek van. Oh my god, hij is gek van de bus. Oh my god. Hoe zal het? Dat klopt wel even helemaal verkeerd, hè? Man. Ah ja, pardon. Oh nee, en nu? Oh nee, nee, zeg dan niet dat... Oh nee, ach, op de rust. We zitten dus in de ballonnetjes. Heb je naar me mee? Die man daar, die in de verte een beetje aan het zwaaien is. Oei oei. Ik krijg hier af en toe te lang les, ik krijg geen vibes. Dat is omdat je in een Boomba-circus zit, hè? Ja, maar dat is zo. Maar je raakt niet te lang op de vibes.
Is dat, hè? Joehoe! Oh nee, oh nee. Wow! Nog de neemiel. Joehoe! Je komt er zo mottig van. Dat trein is echt niet goed. Nee, nee, je komt er mottig van, hè? Ja. We hebben wel een andere groep, maar je hebt ook op zitten. Ja. En ik denk dat dat spel moet vervallen dat hier gewoon op de grond ligt. Het is afgelopen en dat vind ik niet jammer. Je wordt er zo ziek van en ik ben zo blij. Emiel is lekker dronken. Nee, hij hoeft geen bier, want hij gaat op de ballonnetjes. Hoe voel je je? Dronken. Ben je dronken? Ja. Ja, al is hij. Nee, hij hoeft geen bier, want hij is lekker dronken. Allee, ik kwam er nu niet uit. Sinds te dik. Hij spel en je draait en is het ook dronken. Echt? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, die heeft geen bier nodig in Plopsaland. Drupt hier op dag, spel hé. Op de ballonnetjes. Hij is hier gratis dronken. Ho. Hey. La 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 la. Hey. Yes, waar gaan we heen? De Dino's maar eerst stoppen bij de kopjes. Oh, op de kopjes? Ja. Ja, is leuk. Ah, het is weer zo mooi weer. Dat just was het een beetje overtrokken. En nu is het weer prachtig weer. He. Het is de max geworden. Heb je gewoon tot half lopen? Zo leuk, zo leuk, zo leuk. La la la, oh. La 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 la. Hey, la 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 la. La. Ja, la, 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 la. Zijn dat toch gezongen in de show? Oh, ja, ja, feest het. Ja, dat, jongen. Dat was echt niet goed, die ballonnen. Wat was die ballonnetjes? Je hoeft geen bier meer. La, 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 la. Ik ben al dronken en gezonder te zuipen. La, 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 la. Hij heeft te veel gezopen. La, 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 la. Was het maar geen Fanta, la 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 la. Het was flopbier. Toen zei hij ho, 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 ho. Ho la la la, ik ben zat, 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 zat. Ho la la la. Hey. Oh, yeah, yeah. En nu een rondje draaien, hey. Oh ja, nee, nee. Doe het nog eens. Hallo. Dag mensen van het YouTube-kanaal Stichting Parkfans. Alleen wat is het? Oh nee, oh nee, waarom doe ik dat? Oh, wat heb ik dat verdiend? Nee! Ik ga nooit met deze man op de koffiekopjes in het Opsaland. Bij 10.000 likes doen we dit nog een keer. Oh, maar Jasper is ook zo klein, nee. Oh, dat is wel goed van Jasper. Lekker drinken, tot hij er mee neervalt. Dat is echt niet meer normaal. Hij draait en draait en draait. Ik ben blij, ja. En precies, ja. Hij denkt dat hij nog recht kan lopen, maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Soms is het een beetje baas, maar
ons helemaal niet. Dat is niet waar. Ik ben niet dwaas. Wacht, ik was nog niet gesproken. Want ik kan toch wel zo mooi tekenen. Volg hem zeker een keertje op internet, op YouTube. Dat is zeker wel de moeite waard. Want hij kan van alles. Wil je? De beste vak is tekenen. Tekenen. De van heel veel tekenen. Dus kom naar mijn YouTube kanaal. Abonneer. En het is helemaal gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Dat vond je wel super traag, hé, plotseling. Ja. Het is afgelopen. En je bent geslaagd voor ons zangtalent? Ik hoop dat we geslaagd zijn voor ons zangtalent. Gaan we meedoen met de Sneeuwwitjes musical? Ja. We gaan er zeker door zijn. Ja, ik speel on the butler. Ik ga vragen als ze playback kunnen doen. Welkom bij een van mijn favoriete attracties, de Dino Splash, dames en heren. En werken de dino's goed? Ik weet het niet. Want we gaan het zien. Nee, we gaan het ontdekken. Is het A, ja? Is het B, nee? Of is het C, we weten het nog altijd niet. ja, dat is een vaag. Dat is een vage vraag. Ik zou het wel zo appreciëren moesten jullie zo eventjes staan. Kleine boodschap! Kleine... Je zit wel in het verkeerde park, ja, ja. Kleine boodschap in je broek, ja. 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 Ik ben eigenlijk wel oprecht dat je erop zit. Ja, de hele dag moeten wachten voor je erop te zitten. Het is een schande. De hele dag, hé. Ja. We hadden nou langer moeten wachten hè, vandaag. Hè. Dat is zelfs langer moeten wachten dan de wachtrij voor je erop te kunnen zitten. Ja, dat is wel. Alright! Ik moet jullie waarschuwen, straks zijn het zeer spookende beelden. Oei, ja, wat ga je uitspoken? Al niks, maar dat gaat dan nog één dat trilt nog. Ja.
Dat is België, alles trilt in België. Dat niet trilt is niet plezant. Open zijn armen en ontvang de dino splash. Wow! Ah! Open uw armen en ontferm u over de dino splash. Vertel een keer aan de kijkers hoe nat dat je gaat worden. Want de kans, dames en heren, is dat ik heel... De kans is groot dat nat wordt en dat je weer moet afdrogen. Ja. Allee, die gasten hebben ook weer een warm water uitgevonden naar voren en in haar t-shirt opgedaan. En toen pezen ze dat ze stoer zijn. Man. Welkom op planeet Aarde. Yo! Dat moet je zien, hé. Dat word je opgegeten van de vulkaan, hé. Oh yeah, Emil! Ja, hier is schokkend, het is hier België. Dat past in België. Dus schokkerige beelden. Wel, de mensen die het nog niet gedaan hebben, hier is de supersprong, hè. Hier gebeurt al de actie, hè. Ja, dat je meer in actie wilt zien, is nu het moment. Blijven kijken, abonneer, reageer, doe een duimpje omhoog! En ik ging zeggen, abonneer op het YouTube-kanaal van Mr. Pieparfond. Oh. Dat is een goed plan, ik zijn akkoord. Ja. Hij is een beetje nat en dat vindt hij niet zo fijn. Hij wou dat hij lekker droog was. Hij droogt niet meer op, maar dat vindt hij niet erg. Hij gaat dan zo dadelijk naar huis. Maar eerst gaat hij nog eten, want zijn bekje doet grom grom grom. Hij gaat zo dadelijk naar de panos, joepie. Het is tijd voor een hapje te eten. Ik heb dat nu. En in de magische zak zit er ook nog iets. Kijk. Dit is de magische zak. Ik heb een paninietje gepakt. Kijk. Of ja. Gepakt. Gepakt. Je hebt hem betaald. Je hebt hem eigenlijk niet gepakt. Je zit de harten aan het stelen van de panini mensen. Ja. Maar ondertussen is hij hier van alles aan het klaarmaken en aan het doen. Maar ja, ik ben op zoek naar mijn powerbank. Moest je wel weten wat een panini eruit ziet. Hamkaas, dat ziet er dan zo uit. Veel is er dan niet aan te zien. Een mini lapje kaas, een mini lapje hasp. En dat kost je €6,50. En ik heb dezelfde prijs betaald voor dit hier. Smakelijk! De grote vraag is altijd, hoe smaakt het? Ik heb dat eigenlijk nog nooit gegeten. In een Efteling heb ik ook zoiets gegeten. Dat was niet zo wauw. We gaan dat hier een keer proberen. Pudding is lekker. Lekker gevoel de Berlijn. Dat is ook lekker. Ja? Ja, geniet er wel van. Alleen, geniet er van, smakelijk. Maar ja, en dan de andere geitjes? Ja, het is op, jong. Is... Ja, ik heb natuurlijk wel niet super schone beeld, hè. Ja. Echt 10 seconden, nog niet. Fredzak. Heb je dat gezien, dat ze dat direct afkwamen? Als ze dat horen? Ze zijn al jaloers. Ja, ik ken niks, hè.
Je mag dat tulp heten. Het is de schuld van die hier. Ja, nee, nee, nee. Het is een andere moots. Het is een vroedzakje jender moots. Dat de Ruud komt. Maar ho. Je zit hier al in het zak gezet van Plopsa Zeven. Dat zit verder niet meer in, hè? Ja. Ah. Ja, maar ja, ja. Au. Hey, niet vechten, hè? Zo niet, hè? Of gewoon hard vooral sturen. Hey. Welkom. Ik ken hier kiksjes. Het zijn wel veel verschoonder, hè. Ja, met die bloemetjes en al, dat heeft wel iets, hè. Het is wel eens meer sfeer, hè. Het is anders. Ik ken daar twee ezels. Hey, ja. Ezels zijn slimme beesten, hè. Ja, ja, ja. Ze zeggen altijd, je zit een ezel. Eigenlijk is dat een compliment, hè, want dat wil zeggen dat je slim zit. Ja. Dat is de tip van de Jordi. Dat is nog een keer zeggen van, je zit een ezel, moet je zeggen, dank je, maar ze slim. Maar nee, weet je wat dat is? Een ezel pakt nooit risico's, hè. Voilà, je staat mee. Dat zijn de slimme mensen. Maar vroeger liepen ze los, hè, de beesten. Ja, maar vroeger is het nu niet meer, hè. Nee, maar dat wel gewoon, ik vind het wel leuker. Hier tussen de bloemetjes, ik vind dat wel... Ja, dat is wel, thee wel iets, hè. Ja, ja, tussen de zonnebloemetjes. Het is zot, hé. En in een korte tijd dat dat zo gegroeid is. Ongelooflijk. Niet normaal. Wat voor planten zijn dat? Ah, maïskolven of zo'n tot. Weet je wat mij dat een beetje doet denken, hé? In Amerika heb je daar zo ook een attractie. Dat duurt ongeveer een twintigtal minuutjes. En dan geeft dat zo weer hoe dat bepaalde groenten gebouwd worden, geoogst worden en, ja, en dergelijke. Of vissen dat ze kweken, dat doen ze daar ook. En dat heet de land of zoiets. Dat is wel een zotte attractie. Dat is typisch Amerika. Dat is eigenlijk voor de toon van, kijk, ons eten moet men nog altijd zelf maken, dat komt niet vanuit de winkel. West-Vlaanderen is natuurlijk wel een beetje een boerenstreek. Maar het is wel goed dat dat er staat. En hier heb je dan zonnebloemen. West-Vlaanderen vind ik wel een toffe streek. Ik vind het zo, het landschap en wat van dat feest kunnen. Ik vind dat, hoe kunnen ze op ontdekking? Dat is wel, kijk het, plusvoudig deed dat ook altijd, zo op ontdekking met de velo. Ja. Als we minder in een stad ook de niet hebben. Het is stad, hè. Stad is niet zo plezant, hè. Heb je al een leuke dag gehad vandaag? Ja, het was een hele leuke dag. We hebben veel gedaan. Ja. Vooral de voormiddag hebben we veel shows gedaan. Zeker, het was heel veel te doen vandaag. Het was heel veel te doen vandaag. En we zijn toch op het moment dat het bijna afgelopen is, afgerond is. Ik ben eigenlijk een keer blij dat ik iets langer in het park ben. Dat gebeurt niet vaak. Nee, het is goed weer ook dus. Ja, we moesten trainen en ook al lang naar Rus geweest. Hè. Ja, ik denk heel veel mensen. Hè. Dat is al zo, hè. Maar oké, goed, Emiel, we gaan toch bijna afscheid nemen, want de dag is bijna om. Je gaat iets eerder naar huis dan ik. Dat klopt. Dus dat is nog een minder goed voordeel. Maar ja, toch super bedankt dat je erbij was vandaag. Nou ja, het is hergedaan, weet je dat, hè. Ja, ik hoop mij ervan genoten net. Ja, ja, zeker, zeker. Altijd, hè. Altijd lachen met Mr. Theme Park fans. Dat is zeker. En ik zou zeggen, komt goed is dat het zit hier vol met beesten, hè. Ah, je wordt hier gestekt van de beesten. Ik ging zeggen gepakt, want dat is niet juist de woord. Het zijn hebbertjes. Ja, wel, van Kadri. Maar we gaan straks nog een keer horen, de hebbertjes. Och, ja. Met de liveband. Er is zelfs een liveband. Hoe cool is dat niet? Ja, het is een liveband, ja, ja. Maar dan ben ik al weg, hè. Ik? Ja, toen zijn je inderdaad al weg. Dan ben ik al weg. Yoho! Dus, blijf zeker kijken, want het wordt nog leuk.
een leuke dag gehad? Ja! Oei, dat heb ik niet goed verstaan. Hebben jullie al een leuke dag gehad? Ja! En deze dag wordt nog veel leuker, want wij zijn Stef en Charlotte, wij zijn de Popstar Stars en wij gaan liedjes zingen die jullie allemaal kennen. Zeker. Oké. Okay. Beginnen doen we makkelijk. Ja, met een liedje van Doomba. Het volgende nummer, dat is in beide landen exact hetzelfde. In beide talen dan toch. Maar daarvoor moeten jullie eerst die armen in de lucht steken. Waar staan die armen? Want we gaan zwaaien. Hier gaan we. Van Plopsaland. Wie voelt zich een echte superheld? Steken jullie handen eens op? Oké, okay, dan kunnen jullie zeker meezingen met het volgende liedje. Wie kent het dan? Oké, okay. Waar zitten de stoere zeebonken van Plopsaland? Daar precies, toch? Ik heb er al een paar zien staan. Maak eens vuisten allemaal. Want wij gaan zingen met Piet Piraat. Er was die plaats, le piraat, riep piep piep, hoera. C'est ton grand camarade qui va vers toi. Alle wind in de zeilen van Antoine. De zeebonken die wonen op mijn boot. Ahoy! We zijn volledig uit de koers, maar piraten zijn niet bang. Ahoy! We zijn die vlammen van de zee, je land is zit al 100 dagen lang. Piraten zijn niet bang, maar piraten zijn niet bang. Van Like Me. Ja? Want als er iemand nu net zo stoer is als Mega Mindy of Piet Piraat, dan is het wel Pommel in Thijs, toch? Zing maar mee! Alles mag ik even vragen, lieve vrienden in Popsaland, wie van jullie is er opgegroeid met Studio 100 liedjes? Zijn er hier mensen zo in hun 20er jaren? 30ers misschien zelfs? Ja? Amai. Ja. Dan gaan jullie deze liedjes zeker allemaal kunnen meezingen.
Piet. Tranen in mijn ogen, om mijn pakkend lied. Daar ben ik zeker van. Hoort ook een duidelijk gedaan. Dat gaan we zeker weten doen. Wie weet wat er nodig is? Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want dit is de... Elke jongen die studeert een kaboutermeisje uit. Neem maar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Volgens mij is iedereen op dit plein ondertussen wakker. Dat denk ik ook. En dan gaan we nu een liedje zingen. Dat jullie ofwel kennen van Like Me ofwel van de Kreuners. Dit is Ik Wil Je. Van het hele land. Weet jullie over wie ik het heb? Wie? Inderdaad. Maar
met welk liedje beginnen we?
groot applaus voor onze muzikanten Jan, Joshua, Moody en Dave. Zometeen wordt er ook nog een spektakel, een vuurwerkfestival in de sky, maar eerst... gaan we naar Europa, pa. Wie kent het? Let's come together! Welkom in Europa, blijf niet door de klant gaan. Europa, Europa, Europa. Welkom in Europa, blijf niet door de klant gaan. Ons laatste liedje. Mag ik daarom nog een applaus voor Charlotte Boudry? En voor Stef Thomas. Maar zouden jullie niet naar huis laten gaan zonder vuurwerk? Toch?
erop hier in Plopsaland. In Plopsa Stars, dat was vrij tof met de liveband. Ik had nog een keer het oude Plopsa gevoel. Dat was echt wel heel fijn. Het was lang geleden dat ik zo nog een keer gezegd had in mezelf van dit is de Plopsa van vroeger. Wel, vandaag heb ik hem beleefd. Het is niet helemaal zoals vroeger, dat kan ook niet, want de tijden veranderen. Maar wat ze deze avond gebracht hebben en getoond hebben, is wel het bewijs dat het nog altijd leeft. En sinds dat Studio 100 terug overgenomen heeft, de animatie is het echt wel 1000 keer beter geworden. En ja, ik hoop gewoon dat ze dit niveau aanhouden en dat ze het elke keer verbeteren. En dan wordt dat gewoon helemaal top. Want met deze avond hebben ze het wel bewezen dat ze het kunnen. En ja, natuurlijk, mij maak je altijd gelukkig dat er een liveband is. En ja, op het einde van de avond met die Plopsa Stars was er ook een liveband. Dus dat is voor mij altijd wel een meerwaarde. En ja, ik zou het kunnen zeggen, maar jullie gaan het sowieso wel raden wat ik ga zeggen. Sommige dingen versta ik helemaal niet. Want dan kunnen ze voor een gratis show een liveband doen. En voor iets dat je betaalt, is er geen mogelijkheid voor een liveband of willen ze het niet doen. En het voorbeeld staat eigenlijk gewoon al voor mijn neus. Overlaatst kwam ik hier mensen tegen. En ja, ik heb geboekt van de Frozen Musical te gaan in Nederland. En waarom heb ik daarvoor geboekt? Omdat er gewoon een liveband is. En een liveband vind ik fantastisch bij musicals. En dat is eigenlijk de enige reden waarom dat ook gaat, omdat het totaalplaatje goed is. De zangeres die hier aan meedoet is ook heel goed. En ik ga daar binnenkort naartoe. Het wordt gezellig. Dus jullie kunnen nog een video daarover verwachten ook natuurlijk. Maar goed, gezellig verder praten over Plopsaland de Pannen van deze avond. Leuke animatie. Ik heb me geamuseerd. Heel de dag door is er hier gewoon volle bak animatie. Wel is waar. Deze video is opgenomen op woensdag. Als je de zaterdag komt naar Plopsaland voor een nocturne, heb je geen klusshow. Want die is enkel in de week. Hou daar rekening mee. Maar voor de rest heb ik hier een hele leuke avond beleefd. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Vergeet niet te abonneren en mij te volgen op de social media. Bye bye.